Hoi allemaal, vandaag weer een nieuwe vlog op ons kanaal en wij zijn op Texel. Ja, het is weer de tijd van het jaar, we gaan iedere zomer altijd naar Texel. En misschien heb je wel eens vlogs bekeken, anders moet je even hierboven klikken en dan kun je naar de vlogs toe. Maar het leek ons wel leuk om weer eens een dagje hier voor jullie te vloggen. Het is vandaag zaterdag en morgen hebben we hier een soort, ja wat is het, een fair met allemaal lezingen en gaan wij met de paarden show geven. Meerdere keren. En vandaag is het meer een beetje de aanloop naar die dag toe. Dus we gaan even trainen. We moeten ze wassen, want ze zijn echt ontzettend vies. Ja. En we gaan nog eventjes het stadje in. Om nog even de laatste spulletjes te kopen. En ja, het leek ons wel leuk om jullie weer even een keer mee te nemen. Ga gezellig mee. Dus blijf kijken als je dat leuk vindt. Okay. Nou, Joyce gaat even de borstel zoeken. Indy die staat hier, die heeft een mooie uitloop en die heeft haar eigen stalletje. Want zoals jullie weten mag Indy niet de hele dag op het gras lopen. En Bo, die heeft een stalletje daarnaast en die kan eigenlijk de hele dag hier lekker op het gras staan met het zand. En nou, ik schrok vanmorgen een beetje, want deze dame die heeft zo genoten. Dus die heeft heerlijk in het stro gelegen. En nu is ze heel erg smerig. Maar gelukkig gaan we vandaag nog wassen. Dus dat komt helemaal goed. En Indy is ook echt, nou ja, vanaf thuis al best wel geel. Dus die kan ook wel een wasbord gebruiken. Kun je het vinden? Nou, ja, de deur wou niet open. Nou, we hebben hier onze spullen allemaal. En we gaan waarschijnlijk heel eventjes erop. En natuurlijk ook gewoon eventjes op de grond met ze werken. Ik wil jullie eigenlijk nog eventjes hier mee naartoe nemen. Want Mushu, zoals jullie weten, komt Mushu hier ook vandaan. En de volle broer van Mushu staat nu op stal. Die is 1 jaar ouder. En ze hebben echt wel een beetje wat weg van elkaar. Dus het is even leuk om even te laten zien. En hij heet Buck. Bucky. Hi. Kijk, dit is ook net als Mushu echt die oortjes in een donkere kleur. Hi, knapperd. Nou, dit is Buck. Hallo. En daar wordt nu langzamerhand een beetje mee gewerkt. Nou, en hier staan nog wat pensionpaardjes. Schaapjes. En nog 2 knappe paarden. Hallo. Jullie hebben wel genoeg eten, of niet? En daar helemaal in de hoek, daar zijn onze vrienden. Die roepen ons ook de hele dag door, want die hebben steeds honger. Dat zijn namelijk varkens. Ik ga ze even laten zien. Kijk, hier heb je weer ons gedeelte. En hier zijn de varkens en de biggetjes. Hallo. Oeh, ze is lekker aan het slapen. Hi. Jullie maken altijd heel veel lawaai. Hi. Oeh, lekker. Nou, deze is nou wat ouder. Oeh. Hallo. Ja, jullie maken lawaai, hè? Oeh, ik vind hier nog een appel. Oh. Pak hem. Niet ruzie. Oh. En dan hebben we hier de nog oudere. Hey. Oh, kijk nou. Super schattig. Bij de moeder nog. Heel lief. Die ligt echt in de chill stand die. Tijd om de paardje even te gaan poetsen. Oké, nou Indy is er helemaal klaar voor. Ja. En dan gaan we lekker even naar de binnenbak. Gaan we daar even rijden. Kom Indy. Dan denk je dat Indy zo gaat binnenken, want dan ziet ze boot niet meer. Het is dat. Dus ja, wij gaan even rijden. Tot zo. Goh, wat ben je braaf. Ze hinnikt helemaal niet. Nee. Heel braaf. Ja. Nou, inmiddels zijn we al eventjes aan het rijden. Ik heb al best lang niet echt op Indy gereden, dus
ik doe voornamelijk wat stapwerk en een beetje loswerken en een beetje een pasje opzij. Gewoon niet te veel. En daar rijdt JD. Ik wou net kijken. Ik pakte net de camera en toen wou Indy de bak met brokjes pakken. En die is... Kom eens. Oh, hier zit dat. Hoe? Waar dan? Nee! Nee! Het is mijn geluksdag. Hij staat er gewoon rechtop, serieus. Ja. Bewijs, goed JD. En er ligt gewoon niks naast. Nou Indy, dat vind ik wel heel knap. Mooie hoek zo. Bootje Indy. JD. Bootje. Boze Indy. En ik. En ik. En ik ga lekker nog even verder rijden. Twee. Oh, ze laat vallen. Lekker broodje. Nom, 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 nom. Indy wil niet. Bo wel, hè? Nee. Bo always hungry. Hey, daar is Henk. Ja? Henk is weg. Henkie! Zwaai even naar onze video. Onze Henkie. Boe Henk. Hey, Henk. Boe Henk van Texel. Wat gaan we vanavond doen? Wat gaan we vanavond doen? Ja. Nou. Nou. Dutje. Dutje. Chubby. Oh nee. Jawel. Doeg. Nou, we hebben net heel even binnengereden. Maar we willen eigenlijk even op de crossbaan kijken, maar we weten niet zeker of de paarden staan. Dus we gaan even op onderzoek uit. Mag ik nog heel even zo ook even vertellen hoe het ging met Indy en mij? Nou, Joyce gaat even. Ja, nou, Indy, ik ben echt trots op jou. Indy deed echt heel erg goed. En we hebben een beetje gereden, we hebben zelfs gegalopeerd. Ze heeft me er zelfs bijna afgebokt. Dus ja, ik ben wel trots op mijn pony. Ja. Jij ook, Bo? Tuurlijk altijd. Oké, let's go. Ja. Oké, we gaan eerst dus even kijken of er geen paarden staan. Wij slapen trouwens hierboven. En dan aan de andere kant. Oeh, matje. Ook nog die steentjes heen. Ik vind boven. Nou, en hier is de camping. Kom, stappen. Niet zo fijn, hè, die steentjes. Nee. Kipjes. Maar daarachter is dus de crossbaan. Maar we kunnen niet zien of er nog paarden staan. Dus dat gaan we eerst even uitzoeken voordat we naar binnen gaan. Oké, nou we zijn op de crossbaan. JD heeft net al een schok gehad van het stro. Want hij pakte de draad vast. Nou, en JD die zit er nog eventjes op. Die gaat gewoon even zo rijden. En ik ga... ja, mijn zaal even afdoen en mijn hoofdstel. En dan ga ik gewoon even op de grond werken. En we gaan wel even kijken of we ook nog een stukje kunnen filmen. Ze kunnen daar ook nog om het hoekje. Dus we moeten hem even zien. Hé, in!
beloning mogen ze altijd eventjes lekker toch het gras even eten. Want trainen op het gras is natuurlijk wel een moeilijkheid als eten de eerste levensbehoefte is. Dus ze mogen heel even grazen en dan gaan we ze opzadelen en dan gaan we weer terug. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, dat is leuk. Hier kan ik ook stoppen. Bij jou te vast. Zoontje van Denise en Denise is weer de dochter van Henk en Danielle. En we gaan ook een rondje. Nou, hou je vast. Gaan we. Kom, Bo. Kom. Dat is leuk. Kom, Bo. Hey, ga je mee? Is het leuk? Joyce, vertel even wat je zojuist hebt gedaan. Nou, ik ben nu even leuk van de Eagles shop. En ik heb deze pop even aangekleed. Want ja, we waren het allemaal over eens. De pop had geen broek aan. Nee, dat kan natuurlijk. Neem maar de naast. Wat een naast. Ja, die naast moeten we even censureren. Ja? Oké. Okay. Ja. Dus ik heb deze pop. Heb ik een... Weet je iets? Chaps aangedaan. Ik heb chaps aangedaan. En nog een ondergoed stukje heb ik zelf gemaakt. Nou, als boven kleding draag ik natuurlijk een shirtje van de Eagles Ranch. Mooi groen met witte letters. Even een leuk slabbetje, weet je niet. Een zakdoek. Hoedje op, want ja, is een beetje verlegen. En ja, dit is voor als je je pistool mee wil nemen. Maar ja, dat is verboden, dus zit geen pistool in. En we dachten van, nou, we zijn zo blij. We zitten nu. Maar hij had net nog wat in zijn hand. Waar is dat nou heen dan? Hè? Hij had net nog wat in zijn hand. Het voelt echt net echt. Wat had hij in zijn hand? Ja, een dolfijn. Dat is ook handig om je kopje vast te houden. Oké, nou, was dat leuk of was ja. Het leuk? Nou, dat was het. Dag. Dag. Zwaai. Oh, oké, okay, Joyce. Oh, nee. Kijk, 1, 2. Hoppakee. Hop, it's magic. Nou, dag. Oh,